Vandaag ontmoet ik een vrouw die met minder dan niets begon in Nederland. Ze was 15, sprak de taal niet en werd verteerd door heimwee. Nu opent ze binnenkort haar 11e restaurant. Ze heeft ruim 200 mensen in dienst en is bezig met weer nieuwe plannen. En uiteindelijk draait het allemaal om lekker Aziatisch eten. De liefde bracht haar naar landgoed de Wielewaal in Eindhoven. Hier woont ze samen met multimiljonair Mark Brouwers. Vandaag ontmoet ik Eveline Woe. Hey, ja, hallo. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Eveline, in jouw jeugd in China woonde je heel erg groot. Ja, ja. En nu weer? Lijkt op een dorp. Ja. Ja, ja. Maar de Wielewaal in Eindhoven. Lijkt het op hoe jij vroeger opgegroeid bent in China? Klopt een beetje, ja. Ja. Vroeger in China wonen we op bergen, maar 1 of 2 huizen. Als je de buurman gaat bezoeken, dan moet het echt een paar minuten lopen. Ja. Heel veel kamers in dat huis ook? Ja. Omdat jij de hele familie daar woont, hè. Ja. Dus zo'n vierkant huisje, want aan elke kant heb je allemaal familie wonen. Hoe ben je hier terechtgekomen? Nou, 2 jaar geleden heb ik een relatie met mijn huidige vriend. Dus zo ben ik hier gekomen. Dat is Mark Brouwers, hè, die hier woont? Het huis is van hem, dus ja. Ik woon ook hier. Ja. Ja. En bevalt het? Ik vraag huis niet... of hem? Ik vraag niet naar je liefdesleven, ik vraag naar het huis. Huis, prachthuis. Echt een pracht, mooi tuin. Ik heb heel veel plezier uit de tuin. Champignons gaan zoeken. En mijn hondjes in de grote tuin wandelen. Hmm. Ik heb echt heel veel plezier met zo'n grote tuin. Nou, helemaal privé. Maar echt een groot huis heb ik er niet zo heel veel mee. Want ik ook heb het te maken dat ik een hele druk leven heb. Ik ben 's morgens weg. 's avonds 7:00 pas terug. Wat ik meestal geniet van deze huis is echt de keuken. Gewoon lekker koken samen met Mark. En lekker samen eten, televisie kijken. En dan gaan we er weer naar bed. Ja. Heel simpel. Ja. Dus, in de woonkamer en de kelder komen wij bijna nooit. Daar kom je gewoon niet. Daar komen wij bijna nooit. Nee. Ja. Maar het is wel eindig, hè? Want de gemeente Eindhoven heeft het gekocht. Ja. Dus hoe lang kunnen jullie hier nog wonen? Wij gaan hier nog 1,5 jaar wonen. Ja. Met heel veel plezier. Ja. 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 Want ja, het past wel een beetje bij jouw succesuitstraling, hè? Nee. Vind je niet? Ja. Nee, ik heb geen succes. Ik heb nog geen succes. Ik werk te hard, ik werk te veel. Je hebt 11 restaurants. Ik heb 11 restaurants, ik heb 200 man personeel. Maar het is geen succes. Wanneer je succes hebt, is dat je alles op een rijtje hebt. En ik heb dat nog niet op deze moment. Ik ben zo vroeg mogelijk gaan werken en zo laat mogelijk ga ik naar bed, totdat al mijn werk af is. Dus heb ik eigenlijk niet zo'n goede balans gecreëerd voor mijn privéleven en mijn werk. Je vindt eigenlijk dat je te hard werkt? Ja, ja. Ja, ik hou wel van mijn werken, ja. Maar dat hoort bij. Maar juist door dat harde werk heb je ook succes natuurlijk. Zo kan je ook zien, ja. 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 En ik hou van mensen. Ik heb zoveel personeel en ik ben... Ik hou van ze echt allemaal en dan wanneer ik heb besloten om een zaak te verkopen en dan aan al die personeel ga ik niet afscheid nemen. Hmm. Dan zit ik weer weg, ergens anders. Ja, toch straal je wel een soort succes uit, bijvoorbeeld met al die restaurants en alles gaat altijd goed en jij lacht altijd en je bent altijd vrolijk. Hè? Ja. En dan ben je weer op 24 Kitchen op televisie, het gaat allemaal wel goed. Maar dat vind ik echt heel leuk. Ja. Koken voor publiek vind ik echt heel leuk. Andere mensen leren koken vind ik echt superleuk. Ja. Ik ga binnenkort weer naar China om de derde seizoen van 24 Kitchen opnemen. Oh, dan ga je daar opnemen? Ja, ik ga naar China, neem een crew mee en laat echt de publiek zien hoe wordt daar gekookt. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Want daar kom je in het normale leven niet zoveel meer aan toe, hè, aan dat koken. Nee, ik ga echt te druk met administratie werken. Mm. En met personeel bezighouden. En dan koken heb ik echt aan mijn chef gelaten. Ja. Ik heb goede chefs, echt allerbeste chefs in huis. Hoor. Ja. Maar dat is waarom dat ik ook minder aandacht aan besteden. Hmm. Nog steeds vind ik succes van een goede restaurant is eten moet echt lekker zijn. Ja, de rest
ik doe mijn best. Goede service geven, een mooie lamp neerzetten, een mooie decoratie, een mooie kerstverlichting. Maar alle gasten moeten echt plek eten zijn. En vriendelijk personeel, hè? Dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. Ze dat moeten is lachen, sowieso hè? De basis. Ze moeten lachen. Ja. Ik heb een goede voorbeeld. Ja, als je hier nu om je heen kijkt, dan denk je, nou, je verbaast je over de pracht, hè, van de tuin ook bijvoorbeeld. Ja. Ga eens terug in gedachten naar Udenhout, hoe je begon in Nederland. Hoe woonde je daar? Ik woon daar boven een restaurant. Ik ben helemaal opgegroeid in de restaurantleven. Hmm. Ik woon daar bij mijn tante's restaurant, echt gewoon boven een restaurant. Daar ga je slapen, huiswerk maken en dan overdag na de school. Werk je gewoon beneden in de restaurant, 7 dagen per week. Ja. Vanaf je 15e? Vanaf mijn 15e, ja. Want daarvoor zag jouw leven er heel anders uit. Ja, toch? Daarvoor was ik een beetje een verwende prinses. Je had eigenlijk nog nooit gewerkt, toch? Nee. Nou, ik had mijn moeder verteld dat ik in totaal 50 nannies had voor mij, nou, om mij groot te brengen, zeg maar. Dat is echt... Echt gigantisch. Dus als ik nu terug naar China, dan komen al die oma, opa's tegen en ze hebben allemaal toen mij verzorgd. Ja. Echt, maar dat was dus wel even slikken. Je hebt wel eens verteld, het was werken, leren en huilen eigenlijk in Udenhout. Op mijn 15e en 16e, ik heb 2 jaar gehuild. Ja, hè? Omdat het leven zo erg tegen zit. Ik spreek de taal niet, dus ik kan niet... gaan praten wat ik bedoel. Ja. Ik kan de werken niet goed doen omdat de taal zit een probleem. Dus wat ik gedaan heb is zoveel mogelijk thuis leren. Hm. Een woordenboek, gewoon Nederlands leren, heel veel kinderprogramma's kijken om te leren spreken. Ja. Het is je goed gelukt. Dankjewel. Ik doe mijn best. Ja. Maar je had ook heimwee, neem ik aan, hè? Naar het leven erg. Daarvoor. Ik had alle centjes gespaard. Ik heb 4 jaar later, dus op mijn 19e, ben ik voor de eerste keer teruggegaan naar China. Ja. Om even te genieten van de Chinese eten. Ja, die hebben we in Nederland niet. Nee, het Chinese restaurant is geen Chinese eten. Nee. Dat is het eten wat Nederlanders willen, hè, toch? Ja. Ik heb een filmpje voor je meegebracht. Ik ben benieuwd of je dit herkent. Een film. Tientje. Wauw. Is deze recent nieuwe? Uh-huh. Wauw. Nee, ik ken deze flat niet, maar deze kant ken ik allemaal wel. Zo. Prachtig, hè? Dat is waar jij opgegroeid bent, toch? Ja. Dus die brugtje, bekende brugtje, daar gaan we allemaal met lopen. Vroeger woonden we hier ergens en dan hier is allemaal nog zand. Oh. Dus toen wij kleiner waren, gaan we allemaal daar... Die flat stonden er nog helemaal niet. Vissen, krabben zoeken. De flat stond toen allemaal niet. Maar die kant van de flat is allemaal nieuw. Want deze is echt de stadkant. En als je dit nu ziet, is er dan nog steeds een steek in je hart of valt het wel mee? Nee, het is meer van, oh, zo anders geworden. Oh, het is veranderd, ja. Ja, het is zo veranderd. Dus als jij 1 jaar niet teruggaat, dan zijn er weer een paar flats bijgebouwd. Zo snel gaat dat in China. Dus ik herken mijn eigen straat niet. Of al huis. Vroeger waren allemaal helemaal geen huis. Ja. Mijn moeder zegt nog... ik ging altijd met klasgenoten naar de... aan de zijkant van de water gaan we krabben zoeken of vissen. Mm-hmm. En dat mochten we allemaal niet, dat deden we allemaal stiekem. Mm. Zij zei, bang dat als je wateroverstroom komt, dan ben jij meegenomen. Oh ja. Ja. Dus, ja, dat zijn jouw jeugd. Dus ik kende echt een riviertje heel erg goed. Ja. Dat is echt hoe ik daar met al mijn jeugdvrienden heb gespeeld. Ja. Ja. En als je naar China gaat, ga je daar nog naartoe? Ja. En heel grappig, mijn kinderen vinden het ook heel leuk. Hmm. Om mee naartoe te gaan. Die vindt het geweldig. Hoe Chinees ben jij eigenlijk nog? 50%? De helft? Ja, ik denk de echte helft. Ja. Ik hou heel erg van Chinees eten. Echt typisch Chinees eten. Maar daar houdt Mark niet van. Hmm. Hij vindt... hij is met mij meegegaan naar China. Hij vindt niks lekker. Ach. Ik vind het heel... Want nee, dat is wel moet een ik probleem, zeggen? Of niet? Hij kan er niet tegen dat kip met een bot zit. Of een vis zit er een gaatje bij. Dat kan hij niet tegen. Maar wij eten vis met de hoofd, alles erop en aan. Ja. Dat kan hij niet tegen.
dan eet hij maar dan niet, weet je wel. Voor ja. mij dat is echt een feest. Ja. Alles verse, ja. Ja. En je zegt, maar je bent in Nederland gekomen. Je denkt, ik moet het hier rooien. Hè? Je bent als een razende die taal gaan leren. En je hebt ook je naam veranderd. Nou, ik heet in Chinees iets anders. Het is een heel mannelijk naam. En in Chinees, in Nederland betekent het zonnetje. En, Miao Yang. Echt zonnetje. Ja. En iedereen noemde mij Jan op school. Jan. Dat is een heel mannelijke naam. Dat is echt niet sexy. Nee. Niet vrouwelijk. Ja, oké. Okay. Toen heeft naar mij buurvrouw, een hele oude omaatje, zei: mag ik een andere naam? Weet je? Ja. Dan hebben ze mij Evelien genoemd. Ja, hebben me dan niet met naam helpen verzingen. Dus ik ben nog heel blij met deze naam, hoor. Ja, maar ik vind het wel ver gaan om je zo ver aan te passen dat je je naam verandert zelfs. Ons aanpassingsvermogen is heel hoog. Ja. Ja, wij kunnen gewoon echt alles. Ja. Ik vind het niet erg. Als je andere mensen mijn naam verkeerd uitspreekt, vind ik ook niet erg. Maar dat is weer cultuurverschil, denk ik. Maar je moet ook wel oppassen natuurlijk, als je je heel makkelijk en goed aanpast, dat je jezelf niet kwijtraakt, toch? Ja, ik denk dat ik creëer gewoon in mijzelf dat ik zelf wel leuk vind. Ik ga niet iets aanpassen wat ik niet leuk vind. Hmm. Maar kijk, naam vind ik niet erg. Hoe jij mij noemt, Evelien of Eveline of Miao Yang, ik vind allebei goed. Ja. Ja. Maar geen Miao Yang. Maakt niet uit. Geen Miao Yang. Maar, nee. Er zijn er weinig mensen die dat zo heet. Ja. 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 Ja, ik vind het echt niet erg. Ik vind dat, maakt niet uit, het is mijn naam. Ja, ja. Ja. En ik probeer me dat voor te stellen. Hè? Je komt in Nederland uit een ver land. Alles is anders. Gebruiken zijn allemaal anders. Ja. Wanneer krijg je dan het gevoel, ik hoor erbij? Of komt dat nooit? Nooit. Ik heb nu nog steeds niet het gevoel dat ik erbij hoor. Nee? Dat komt door hoe ik uitzien, denk ik. Ja. Ik zie mezelf ook wel, ik ben er nog steeds een buitenlander. Ik heb een Nederlands paspoort, maar nog steeds, ik ben een buitenlander voor anderen. Maar voor mezelf ben ik een Nederlander. Maar laten ze dat ook aan je merken dan? Nee. Ik heb nooit discriminerende gedrag meegemaakt. Heel lang geleden. Ja, een keer op school, ja. Lompia noemen ze mij. Gewoon als ik langs loop, dat ik al die schoolkinderen allemaal Lompia zeg zo noemen. Ja, dan denk ik, oké, ik loop het gewoon door. Sambal, ik ga niet terug discussiëren. Ik ben niet iemand van, ik moet... Nee, dan laten die gaan noemen, maakt niet uit. Maar die geintjes zijn er wel... Voor veel mensen is het wel... Maar als je zelf sterk staat, maakt niet uit hoe andere mensen jou noemt. Ik heb ook heel veel buitenlander personeel bij mij op de zaak. Bijvoorbeeld als wij muziek heel hard staan en iemand hebben ongezegd, ik wil dat soort landmuziek niet, weet je wel. Dan diegene die uit die land kwam, voelt zich heel erg gediscrimineerd. En ik leer de persoon beide niet zo zeggen, dus een land noemen, zeg maar. Niet woorden noemen dat discriminerend naar anderen. Maar tegen andere personen zeg ik ook, je moet niet meteen gevoelens op jou gaan aanvallen. Mm-hmm. Want beide moet je iets aan doen. Je moet je niet snel gediscrimineerd voelen, zeg. Nee, dat is ook een foutje, vind ik. Ja. Als je mensen mij noemen bananen, ja, dan denk ik, oké, ik ben wel bananen. Wit van binnen en geel van buiten. Nederlands-Chinees, ja. Maar dat zijn toch wel dingen die je te horen krijgt dan? Ik vind het niet erg. Nee, maar... Ja, er horen bij. Mijn haar is zwart, is gewoon zwart. Weet je? Ja. Ik ben Chinees, dan ben ik gewoon Chinees. Ik schaam me niet. Nee. Maar dan hoef ik ook niet discrimineren voor als je mensen noemen, maar hé, Chinees, weet je wel. Hoeft niet. Ja. Maar je werkt je dan al, hè, 30 jaar ben je nu in Nederland. Ruim 30 jaar, je werkt je uit de naad, maar je zegt nog steeds, ik hoor er niet echt bij. Nee. Vind ik wel jammer. Waarom? Maakt niet uit. Het zijn allemaal verschillende culturen in één land. Ja. Wat maakt niet uit? Nee. Maakt er echt niet uit, hoor. Nee? Laat mij lekker mij voelen als je Chinees, maar ja, dan zeg ik 50%, 5%. Van binnen ben ik heel erg Nederlands, maar ik zie het uit.
nog steeds. Je voelt je vooral van binnen Nederland? Van binnen vind ik echt Nederland. Als ik naar China ga voor oud, dan voel ik, ik pas niet meer hier in Chinese cultuur. Ja. Ik pas niet meer in die gewoonte, aan die, al die dingen. Ik voel me heel erg Nederlands wanneer ik in China ben. Ja. Wanneer ik in Nederland ben, dan heb ik zoiets van, ja, ik ben Chinees. Dus ik denk dat ik zo nooit ergens echt thuis voelen. Dat is het niet. Ja, er is ook heel veel problemen van mijn landgenoot, zeg maar. Ja. Wij zouden nooit hier thuis voelen. Echt 100% thuis voelen. Ik voel me hier thuis 90%. Maar zouden nooit 100% thuis voelen. En in China ook niet. Ook China. Nee. Ook niet in China. Nee. Nergens in deze wereld. Nee. Ja. Maar ik ben gewoon blij. Want ik bedoel, dit is mijn levensroute. Ik ben van China opgegroeid. Mijn ouders zijn van Chinese afkomst. Dan ben ik naar Nederland gekomen. Dan ga ik hier verder. Je accepteert gewoon de hele gebeurtenis. Dan ga je gewoon mee verder. Hoef je niet te gaan. Wat is beter, is niks beter. Jij bent gewoon wie jij bent. Je was 15 toen je hier naartoe kwam. Rond de 20 had je je eerste restaurant, hè? Ik geloof 19. Je eerste wokrestaurant. 1999. Eerste wokrestaurant van Nederland. Van Nederland. In Heerlen. Heel kleintje. Een klein wokrestaurant. Een hele kleine restaurant met 46 zitplaats. Maar het was wel een trendsetter. Er wordt meteen bonvol, elke dag druk. Hmm. Iedereen komt gewoon vlees, vis, vers pakken en dan geeft het aan mij. En dan ik maak een heel snel voor de gastneus en een heel lekker gerecht voor hun. Dat was echt de oorspronkelijke allereerste wokrestaurant idee. Ja, inmiddels is die hoos alweer voorbij. Heb ik gekopieerd uit Hongkong, van mijn eerste reizen, Ja. Nou, en de rest, dan volgen er heel veel andere ondernemingen. Je hebt inmiddels nu in Roermond je 11e ga je openen, je 11e restaurant. Dan kom ik toch weer terug bij dat succes in hoofdletters, hè? Waar heb je dat nou aan te danken, denk je? Hoe komt het dat je het zo goed doet? Ik weet niet. Ik denk, soms ga ik zelf echt gewoon tijd nemen, gaan nadenken wat ik wil. Ik wil rust, maar tegelijkertijd, ik wil ook niet, en iemand leven zo kort. Mijn vriendin is pas geleden met hartinfarct gewoon 55 jaar leeftijd gewoon gegaan. Zonder enige afscheid gewoon gegaan. Dan denk ik, leven is zo kort. Moet je maar wat gaan doen. Hmm. Als je nou elke dag wakker wordt, gewoon lekker relaxed, dan is het ook één dag. Of ik dan de hele dag 20 mensen gesproken heb, honderden dingen afgehandeld hebben. Dat is ook één dag. Ja. En wat heeft ze aan jou voorkeur? Dat laatste? Nog steeds, dan ben ik aan het twijfelen wat ik moet gaan doen. Ik weet niet wat ik moet gaan doen, maar ik doe dan gewoon maar wat bij mij afkomt. Je bent heel druk en je hebt veel energie. Is dat succes aan te danken, denk je? Zijn er ook andere mensen waar je het aan te danken hebt? De allereerste, mijn ouders, denk ik. Mijn ouders geven mij heel veel steun. Die passen op mijn kinderen. Ik denk, al mijn succes is dankzij dat ik thuis geen gezeik heb. Ik bedoel, ik hoef niet op tijd mijn hondjes eten te geven. Ik hoef niet op tijd mijn kinderen naar bed te brengen. Dat heeft allemaal mijn ouders gedaan. En hebben ze ook iets geleerd waar je iets aan hebt? Wie heeft iets geleerd? Jouw ouders? Mijn ouders? Nee, mijn ouders zijn echt de liefste ouders van de wereld. Zij zijn gewoon alles voor mij geweest in mijn leven. Ze heeft altijd bij mij gewoond. Mijn heel leven lang. Ja. Dus ik ben eigenlijk thuis, ben ik een kind van mijn ouders. Ik krijg koffie, ik krijg noedelsoep, papa maakt dumplings. Nou, maar ja, ik word echt gewoon verwend thuis. Ja. En het koken heb je van je vader? Hè? Koken heb ik van mijn vader, ja. Wij doen nu nog steeds soms wedstrijden wie sneller ze dumplings maken of weet je wat. Dat moet wel snel dan. Ja. Of meer, mooier. Wij zijn even thuis met de koken hebben we altijd heel veel plezier samen. Ja. Of hebben we een mooie kinkrap gekocht en gaan we kijken wie de mooiste gerecht kan van maken, weet je wel. Ja. Thuis doen we echt wel heel gezellig eten. Ja, ja, er zijn mensen, je bent een grote horeca-ondernemer inmiddels, hè? Nee. Ik zie dat niet zo. Nee, maar dat heb McDonald's, je... McDonald's, de hele wereld. Ik heb pas maar een paar restaurants. Maar dat heb je ook ooit gezegd. Ik heb dan wel 11 ondernemingen, maar ik voel me nog altijd een kleine meisje. Ja, ik heb ooit gezegd, mijn grootste droom is 100 zaken. 100 zaken? 100 zaken. Ik denk dat ik 5 jaar geleden heb gezegd. Ja. Maar nou niet meer. Nee?
Nee, want je was ook in het buitenland aan het kijken zelfs. Ja, ja, ik was er nog bezig met de Miami voor de corona. We hadden ook een locatie ook nog steeds. Maar toen kwam de corona. De corona heeft heel groot impact voor heel horeca in Nederland geweest. Misschien wereldwijd ook. En na de corona lijkt alles normaal. Maar voor ons horeca ondernemen, onder de streep wat wij verdienen, is veel minder dan voor de corona. Want de inflatie, inkopen wordt allemaal veel hoger. 30%, 40% omhoog. Bier, elk jaar gaat meer dan 10% omhoog. Ja, maar wij kunnen niet de bierprijs van 3 euro naar 4 euro. Dus het is heel raar. En personeel is ook lastig. Hè? Personeel is ook lastig, maar personeel kost ook 30% omhoog. Ja, dus maar alles omhoog. Onderaan de streep zeg je nu van, ik hoef geen 100 restaurants meer. Ga je ook niet meer naar het buitenland, denk je? Ja, heel graag. Oh, toch wel? Maar wel met de persoon samen die daar de hele situatie kent. Ja. Ja. Ik zou nooit in onbekende omgeving investeren voor een restaurant. Want dan ken je de gastgedragen niet. Je weet niet wat populair is daar. Ja. Ja. En nou, mijn nieuwe zaak in Roermond, dat komt doordat ik weet, daar komt 80% Duitsers. En Duitsers zijn echt de piggy eend liefhebbers, de sushi liefhebbers, de noedels liefhebbers. Dat zijn allemaal de gerechten wat ik heel goed kan. Ja. Daarom, ik ga ervoor. Alle Duitsers naar hun mond. Ik hoop het. Ik hoop het zal heel populair worden. Ja. Ja. Jij lacht heel veel, daar hadden we het net al even over. Ben je altijd vrolijk, hè? Ik ben altijd vrolijk, behalve wanneer ik met mijn vriend ben. Wat zeg je nou? Nou, weet je, ik heb een hele lieve vriend. Hè, maar hij is heel wijs, hij heeft mij echt heel veel steun en vrijheid. Ga maar lekker werken, want ik ben ook aan het werken. En weet je, wanneer je in een relatie zit, voorheen is mijn zusje mijn ouders daar. Als ik even niet goed zit, te moe. Ik doe mijn moeder zo, mama, ik heb vandaag echt niet zo'n leuke dag gehad. Alles tegen en een ruzie gemaakt, daar. Iemand proberen mij weer te... Maakt niet uit. En dan heb ik mijn moeder of mijn zusje er vast. En nou heb ik mijn vriend, dan ga ik alles, alles wat ik niet leuk vind, wat niet leuk is gebeurd deze dag, ga ik tegen mijn vriend zeggen. Dus heb je er gewoon eigenlijk, ja, maar ik ben hem ontzettend dankbaar dat hij dat niet voor u hebt. Ja. Maar dan, je moet toch uit. Maar ik heb een hele goede karakter. Ja. Ik kan, wat vandaag gebeurd is, ik weet morgen niet meer. Ja, ja. Ja, ik kan nog heel goed wegschuiven. Ja. 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 En die balans is al een paar keer aan de orde geweest. Hè? Je werkt je slag in de rondte 7 dagen in de week. Ga je dat nog een keer veranderen of niet? Ik ben al 2 jaar bezig om dat te veranderen. Maar het is niet gelukt. Maar wil je... Er komt steeds meer restaurant bij. Dus het is niet gelukt. Zou je het willen? Ja, ik ben nog steeds aan het regelen. Ja, want jouw vriend Mark, die wil dat ook graag. Ja, hoor, hij wil ook graag een weekendje samen. Dus, maar ik ga eerst regelen dat wij 1 dag per week helemaal samen kunnen zijn. Maar helemaal vrij van mijn werken. Maar ja. Ga je dat echt doen? Ik ga zeker doen. Het is toch belangrijk dat ik een goede balans kan creëren tussen mijn werk en mijn privé. Ja. Maar ik heb gewoon veel tijd, meer tijd nodig dan een normale persoon, denk ik. Want ik heb nog mijn ouders, mijn kinderen die heel graag samen willen zijn. Ja. Ik heb nog zusje die wil ook heel graag samen zijn. Ik heb nog al mijn personeel graag na de werken nog samen een drankje doen om te gaan kletten, zeuren wat allemaal vandaag is gebeurd, weet je wel. Ook voor hun, als je steunpunt zijn en of luisteren, oren zijn voor mijn personeel. Ja. Dus daar gebeurt er echt heel veel. Ik probeer gewoon alles... Ja, er gebeurt heel veel. Je hebt zoveel te doen. En eigenlijk, volgens mij, als je diep in je hart kijkt, wil je eigenlijk gewoon koken. Ja. En daar komt het niet meer van. Ooit. Ja. Ik denk over 10 jaar. Echt over 10 jaar. Ja. Ik heb zoveel personeel. Het is gewoon echt heel moeilijk om hun afscheid van te nemen. Ik hou van grote familie. Ik ben opgegroeid in een grote familie. Personeel is familie voor jou? Ja, absoluut. Ja. Ik ben zo graag
bij mij op de zaak. Want ik ben er 7 dagen per week bij mij op de zaak. Ja, van soms, 's morgens ben ik in het centrum en dan 2 uur later ben ik bij Strijm S. En dan ben ik weer bij Stadpavio en dan ben ik weer die andere zaken. Weer terug naar het centrum, afspraak af te maken. Ja. Maar er komt een moment, dan neem jij overal afscheid van en dan ga je 1 restaurant en daar sta jij achter. Ja, dat is mijn droom. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan.